naam is Frans Kremers. Ik ben directeur van Kremers Koelkeer uit Tegelen, een gemeente Venlo. Wij zijn een bedrijf wat is gespecialiseerd in het vervoer van gekoelde, maar zeker tegenwoordig ook verwarmde producten. Dat doen we met name naar Duitsland en Zwitserland. Op dit moment hebben we 11 Euro 6 Scania's van de type R440, 450 en 440. En we hebben nog een aantal R420'ers en R440'ers lopen van een type Euro 5. In het begin hadden we, zeker zoals iedereen, wel wat twijfels of we al over moesten gaan tot de Euro 6 in zo'n vroeg stadium. We hebben ervoor gekozen, gezien het feit dat wij veel op Duitsland doen. Maar zeker de moutvoordelen die we hebben in Zwitserland en Oostenrijk, heeft ons op dit moment geen windeieren gelegd dat we voor Euro 6 hebben gekozen. Na een dik half jaar met Euro 6 te hebben gereden, zijn onze ervaringen zeer positief. Met name het brandstofverbruik zijn we aangenaam door verrast. Het is nog wat gunstiger dan wat we eigenlijk hadden becalculeerd. Waardoor de investering in Euro 6 ruimschoots wordt goed gemaakt. Door de aanschaf van Euro 6 Scania's besparen we inderdaad 2 liter per 100 kilometer. En als we dat doorrekenen naar onze jaarkilometrage, zou dat een 3500 euro per jaar per truck aan besparing opleveren. En dan een keer 5 trucks, dan kun je zelf uitrekenen dat een gigantische besparing oplevert. Wij zijn zeker van plan om Scania Euro 6 te blijven, gezien de resultaten die we hebben met de Scania Euro 6. Kortom, Scania Euro 6 is voor ons het product zoals we gewend zijn van Scania. Het oude vertrouwde beeld met een compleet nieuw jasje onder de motorkap.